Dan komt er een moment dat je veroordeeld wordt. Ja. We maken weer even een sprong, maar doen we ook om Stijn er even bij te halen. Je wordt veroordeeld in hoger beroep. Wat was precies de uitspraak in hoger beroep? Bij de rechtbank was het nog levenslang. En toen ik erbij kwam in hoger beroep werd het levenslang plus TBS. Juist. En daar zat ook meteen een probleem in, hè? Uiteindelijk heeft de Hoge Raad gezegd dat die combinatie toch ondenkbaar is. Want TBS is eigenlijk bedoeld om weer terug te keren in de samenleving. En levenslang is bedoeld dat je niet meer terugkeert in de samenleving. En daar zat de frictie in. Precies. Juist. Dus dat was het hoge beroep. Ja. Dus eerst levenslang plus TBS. Dat is er afgegaan bij de Hoge Raad, de TBS. Maar toen bleef nog wel de veroordeling tot levenslang staan. En welke bewijzen lagen er toen op tafel waar jij mee moest vechten, Stijn? Ja, ik zou haast zeggen dat we daar heel lang naar hebben gezocht en bijna niet hebben gevonden. Tegen Lucia lag er vooral veel beeldvorming. De beeldvorming was niet goed. Eigenlijk al vanaf het eerste moment dat de directeur van het ziekenhuis dacht dat het nodig was om een persconferentie te geven. En sprak over een calamiteit. En vervolgens kwam er een beeldvorming door een getal. 1 op 342 miljoen is gezegd dat het getal was blijven hangen. Dat was de kansberekening dat je bij al deze overlijdingen als verpleger had bij moeten zijn. Later is vastgesteld dat dat een echt onzinnig getal is. Slechte statistiek, zal ik maar zeggen. Maar het blijft wel hangen. De gedachte dat het geen toeval kon zijn dat Lucia zo vaak bij sterfgevallen aanwezig was. Dat is in mijn overtuiging steeds het belangrijkste bewijs geweest. Er is nooit een getuige geweest die iets heeft gezien dat Lucia iets heeft gedaan. Lucia heeft zelf geen verklaringen daarover afgelegd. Er zijn geen spuiten gevonden met vingerafdruk of wat dan ook van haar. Dus het bewijs was eigenlijk, we hebben iemand die we als dader beschouwen. In een beeldvorming. En daar zijn strafbare feiten bij gezocht. Het was zelfs zover op enig moment dat in eerste aanleg is Lucia veroordeeld voor een poging tot moord op een oude dame. En een hoger beroep kwamen erachter dat dat ook een beetje raar was. Omdat Lucia die dag gewoon geen dienst had. Dus niet in het ziekenhuis was. Juist. En toen is die zaak in één keer eraf gevallen. En is het ineens geen moord meer. Omdat ze het feit niet bij de vooropgestelde dader konden plaatsen. Wat ik pijnlijk vond bij het voorbereiden van dit gesprek en bij het lezen van alles nog een keer, is de rol van de zogenaamde deskundige. Daar geniet een programma als dit natuurlijk ook van. Wij vragen ook heel vaak een deskundige om ergens zijn of haar deskundige licht over te laten schijnen. Maar in dit geval hebben die deskundigen heel erg meegewerkt in sommige gevallen aan een verkeerde beeldvorming. Ja, één voorbeeld is dus de statistiek, dat heb ik eerder genoemd. Kijk, in zaken als deze is dat lastig. Juristen weten niks van. Een die uitlegt dat jij en Nee, die FBI-profiler kwam om te vertellen hoe het algemene profiel van een seriemoordenaar eruit ziet. Dat is een man van 25 ongeveer. En dat was buitengewoon interessant om te horen. Maar past toch niet echt op Lucia, want die was een vrouw van 40 op dat moment. Maar dat creëert natuurlijk wel een bepaald beeld. Er komt iemand van de FBI over om te vertellen hoe seriemoordenaars te werk gaan. En dat heeft wel de toon gezet, denk ik. Maar in deze zaak spelen natuurlijk ook allerlei hele moeilijke onderwerpen. Medische onderwerpen, toxicologische onderwerpen, farmacologische onderwerpen. En daar hebben de gemiddelde juristen gewoon geen verstand van. Dus ze moeten wel deskundigen inschakelen. Ja, of moeten afgaan op deskundigen die door het Openbaar Ministerie zijn ingeschakeld. Maar de rechter kan deskundigen inschakelen, het Openbaar Ministerie kan dat. De verdediging, advocaten kunnen dat net iets moeilijker. Maar uiteindelijk schakel je een deskundige in omdat je als jurist geen verstand hebt van een bepaald onderwerp. En dan ontstaan problemen. Want weet je wel zeker dat je de juiste deskundige hebt? En begrijpen deskundigen en juristen elkaar wel goed. En daar komen wel eens problemen. Maar toevallige slachtoffers zijn moorden geworden en bij die moorden is een moordenaar gezocht. Nee, maar bij ieder feit dat aan Lucia te last is gelegd, waren er deskundigen die zeiden, dit kind, deze patiënt, is een natuurlijke dood overleden. Dus dan waren deskundigen die zeiden, natuurlijke dood. En er waren andere deskundigen die zeiden, wij kunnen dit overlijden niet verklaren. En dat werd dan tot een moord gemaakt. Dus hoe kan je overeind blijven als je in een vijandige omgeving? Want die gevangenis was een vijandige omgeving. De gevangenisbewaarders dachten dat jij ook die engel des doods was. Ja. Hoe uitten ze zich daarin? Ja. Hoe waren ze tegen je? Ja, ellendig, tuurlijk. Bejegening is vooral. Ze lieten heel duidelijk merken dat ze me heel erg minachten. En dat is. Hoe is je bejegening? Weet je, het is zo moeilijk om
zo ongrijpbaar, maar ja, dat is het gewoon. Beste. Ja, nou, de ijs druipt van haar stem. Als ze doen liever niks voor me, weet je. Bellen van, ja, mag ik een aspirintje? Zoiets simpels. Nou, als ik daar om 6 uur 's avonds om belde, dan had ik om 12 uur nog niet. En als ik weer belde, ja, we hebben druk hoor, dag. Nou ja, je kan niks. Je zit daar, nou. Je moet maar hopen dat er dan iemand als aspirintje brengt. Zo simpel. Was jij degene die ook zei, jongens, ik ben onschuldig? Of dacht je, nou, laat maar, ze geloven me toch niet? Nou, ik denk dat ik me zo gedroeg vooral. Van, ja, ik heb niks gedaan. Ik ga me niet verbergen. Ik liep ook door die gevangenis van, ja, nou, dag. Ik heb het niet gedaan en... is onzin allemaal gewoon. Ja. In mijn hoofd was het natuurlijk... Ja. Het is gewoon nog steeds onzin. Ja. Het is gewoon niet waar. Ik snap nog niet hoe iemand dit bij elkaar kan verzinnen. Hoe reageert je familie? Moeder? Mijn moeder, die is door de recherche helemaal bewerkt. En die heeft een niet zo'n fijne verklaring afgelegd. Ze heeft nog net niet gezegd dat ze geloofde dat ik kindertjes vermoordde, maar wel dat ik toch wel heel raar was, hoor. Dat vond me, ja. Tegen de recherche, hè, zegt ze dan, ja, ik was toen zwanger. En toen met een tweeling van Lucia, was een tweeling. En ze heeft haar eigen tweeling vermoord in de buik al. Ja. En de recherche nam dit heel serieus allemaal, denk ik. Ja, dat, ja, wat moet ik daar nou mee? Ja. Heb je dan nog wel contact met je moeder onderhouden? Nee. Die heeft jou dus eigenlijk gewoon laten vallen ook? Ja. Dat is ook zwaar? Ja. Wie hebben jou nog meer in de steek gelaten? En mijn zus. Je zus ook? Ja. Emmy, ja. En die laten vandaag ook niks van zich horen? Niks van gehoord, nee. Dan even terug naar die vraag die ik stelde. Wat houd je dan overeind? Als je in een vijandige omgeving bent, met een advocaat die zegt het komt wel goed, maar in de tussentijd, ja, dan moet je normaal afwachten of het goed komt. Nee, maar dat was het, hè. Mijn advocaten zeiden allebei nooit het komt goed. Ook nog eens niet. Nee, ja. Dat verdorraad moet ik zeggen. Advocaten die dat wel zeggen, zijn verschrikkelijk. Okay. Want die weten dat helemaal niet. En die geven je hoop. En dan, nou, dat heb ik ook meegemaakt. Maar Lucia, wat was dan nog je hoop als je daar rondloopt? Wat je doet is, je houdt je vast aan elke keer dat ze zeggen, oké, nu moet je 3 maanden zitten in voorarrest. En over 3 maanden is dan de pro forma zitting. Dat is dan... Ja, of omdat het wettelijk moet, hè, Stijn, pro forma. Mm-hmm. Maar ze zijn nog met onderzoek bezig. Maar dat weet je allemaal niet. Je hoort 3 maanden, oké, 3 maanden. Nou, dan ga je daarop focussen. Ja. 3 maanden, oké, nou, dan zal het wel goed komen. Nee, natuurlijk niet. Het wordt nog eens 3 maanden, oh. Dan probeer je weer te focussen, oké, nog 3 maanden. Dat schrijf je dan op de kalender. Oké, dan ga je af... Nou, het is... En dan weer 3. Nou, op een gegeven moment denk je, ja, dan is het, ja, maar het is nou de grote vakantie, zomervakantie. Ja, dan gaat iedereen met vakanties, rechters, reces, wordt over de vakantie getrokken, denk je. Oh. En dan langer. Ga je daar weer op instellen. Ja. En zo doe je dat. Ja. Kijk, je kan, vooraf weet je niet dat het zo lang duurt. Maar heb je toch, er is kennelijk iets in jou geweest, een klein sprankje... van het zal toch ooit een keer goed komen. Ja, tuurlijk. Ik heb altijd gedacht van, nou... Kennelijk. Ja, ik heb altijd gedacht, nee, het recht zal gewoon zegevieren. De waarheid komt uit. Dat is gewoon zo. Er zijn mensen al geweest... Al duurt de leugen nog zo lang. En dat is waar ik me aan vasthoud. Mm-hmm. Behalve Stijn en Tom Visser, de advocaten, zijn er ook allerlei andere mensen geweest. Hè? Bijvoorbeeld het boek dat hier ligt van Ton Derksen. Die druk bezig zijn geweest. Ja, heel erg druk. Ja. En er is op een gegeven moment toch een omslag gekomen in de beeldvorming. Want als we zeggen dat dit een proces van beeldvorming is, hè, aanvankelijk zoals het is begonnen, heeft die beeldvorming ook ertoe bijgedragen dat er op een andere manier naar de niet bestaande feiten is gekeken. Ja. Klopt. Ja. Dan zie je dus hoe belangrijk beeldvorming ook voor de oordeelsvorming kan zijn. Ja. En langzaam maar zeker is een omslag geweest.
We hebben ook wat, ook schrijver Maarten het Hart heeft zich bijvoorbeeld ermee bemoeid. En er is op een bepaald moment, en dat is misschien aardig om even naar te kijken naar dat beeld, een fakkeloptocht geweest. Toen zat jij in Nieuwersluis, geloof ik, hè? Laten we even kijken daar. Wijze rechters, u bent zeg maar de aanjager van deze lichtjestocht. Ja. Waarom is die georganiseerd? Puur om Lucia een hart onder de riem te steken. En eigenlijk, dat licht voor haar betekent ook de donkere kant naar de maatschappij toe. Van waarom laten we haar zo lang in dat donker zitten? Dwaze dokters, slaapt gij nog? Het lijkt heel erg op een proces zoals dat in de middeleeuwen gevoerd werd. Hetzelfde is hier gebeurd. Zogenaamde sterfgevallen waarbij Lucia in de buurt was, werden opgeklopt tot de moord. En daarvan werd beweerd dat zij het had gedaan. Dit laatste beeld wat we zagen, dat was jij, hè? Ja, ja, ja. Jij stond daar te knipperen. Ja, met, ik had een lampje. Ja. Gewoon een... Een bureaulampje, zeg maar. Ja. Was je toen al, had je toen je hersenbloeding al gehad eigenlijk? Ja. Ja? Ja. Denk je dat die hersenbloeding iets te maken heeft met... Ja, dat kan je natuurlijk niet echt uitleggen, maar... Nou ja, ik had op... Kijk, ik zat in Nieuwersluis. En het enige... een van de dingen waar ik me aan vast kon houden, wat jij zegt... Is de mogelijkheid dat er nog cassatiekans was. 5%, maar het is een strohalm waar je dan aan vastpakt. En daardoor hou je het dan vol. En ja. Een paar dagen na de cassatie kreeg je dus de hersenbloeding. Ja. Toen 14 maart werd de uitspraak, 2006 was de uitspraak in cassatie dat er niks zou veranderen. En toen ga ik natuurlijk denken van, jeetje, dit betekent in principe dat ik hier in dit kamertje de rest van mijn leven moet doorbrengen. Ja. In die hel van Nieuwersluis. Echt hoor. Ik, oh. Nou ja, dan ga ik over malen en hoofdpijnen en malen. Nou ja, en 18 maart heb ik een herseninfarct. Dus ja, het is misschien niet bewijsbaar, maar ze hebben allerlei onderzoeken gedaan. Niks gevonden lichamelijk. Ja, wat blijft er dan over? Heb je er nog last van? Ja, je hebt een slechte arm. Ja. Gaat dat nog goed komen, denk je, met je arm? Ik weet het niet. Heb je therapie, fysiotherapie en dat soort dingen? Nee, nog niet. Nee, ik doe zelf wel heel veel dingen. Een handmester en dat soort dingen, maar... Nou, ben je eruit? Heb je nu... Ja, hoe gaat het nou echt met je? Heb je nu een soort... Denk je dat je... Dat je er los van bent gekomen? Of Nee. Als voorbeeld, de advocaat zei... Nou, we gaan lekker lunchen. En hij ging naar Scheveningen. En Scheveningen is in de buurt waar ik gewoond heb. Ja. En gewerkt heb in Scheveningen. Bij het JKZ, de Sportlaan. En dan komen we daar langs. Nou, dan merk ik, nee. Ik zat weer tranen dat ik... Ja, dat ziekenhuis, het is verschrikkelijk gewoon. Dat zou je niet meer loslaten? Nee, ik denk het niet. Nee. Je hebt een gesprek gehad met Harm Brouwer, hè? Ja. De hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Ja. Die zo lang, zo geniepig je vijand is geweest. Ja. Het Openbaar Ministerie, niet Harm Brouwer. Nee. Heeft hij jou weer iets van vertrouwen kunnen geven? Nou, ja. Het enige waar ik wel blij om was om vooral te horen, is dat hij zei, ja, het Openbaar Ministerie heeft naar aanleiding van deze zaken toch wel een been bijgetrokken. Ik denk, nou ja. Een been bijgetrokken? Nou ja, dat ze zagen van, nou, we moeten toch wat daarop letten dat dat niet meer zo makkelijk kan. En nog heel even. Dat doen? Dat weet ik niet, maar dat schijnt al gebeurd te zijn. Stijn Franke, is er iets wezenlijks? Heeft deze kwestie met Lucia de B iets wezenlijks opgebracht? Maar vandaag is pas de uitspraak, de vrijspraak. Ja. Dus alle lessen die uit deze zaak nog moeten worden getrokken, die kunnen pas bij wijze van spreken vanaf morgen worden getrokken. Maar heb je daar vertrouwen in? Dat dit systeem op de een of andere manier zoveel flexibiliteit heeft dat daar lessen uitgetrokken kunnen worden? Nou ja, wat ik wel bijzonder vind is dat Harm Brouwer als hoogste baas van het Openbaar Ministerie zelf zijn verontschuldigingen aanbiedt aan Lucia. Hij kon toch niet anders?
Nou ja, als iemand daar zelf het initiatief voor neemt en zelf belt en zegt van ik wil graag met Lucia praten om een excuus aan te bieden, dan vind ik dat in ieder geval een bemoedigende eerste stap. En niemand wordt gelukkig van onjuiste veroordeling. Dus ik neem aan dat ook het Openbaar Ministerie inziet dat er dingen zullen moeten veranderen. Ja. En de minister... Maar overigens niet alleen het Openbaar Ministerie, hoor, want het, verwijten gaan alleen naar het Openbaar Ministerie en dan heel snel richting het Openbaar Ministerie. Maar het geldt voor iedereen, wat mij betreft, die bij deze zaak betrokken is geweest, professioneel. Dan heb je het over politie, gevangenispersoneel, rechters. Rechters, deskundigen. Advocaten. Er valt genoeg te leren. Ja. Wat verwacht je van het gesprek met de minister eigenlijk? Helemaal niet, ik weet het niet. Ja. Ik heb het net gehoord en wauw. Ja. Heel bijzonder. Maar... Nou goed, hij heeft zich in ieder geval uitgelaten dat hij hoopt en ervan uitgaat dat je royaal... Ja, daar staat natuurlijk niks tegenover. Maar dat er in ieder geval toch iets van een royale schadevergoeding komt. Ja. Heb je het idee dat je nog een baan gaat krijgen? Dat je nog iets gaat doen? Niet in de verzorging. Nee. En ik zou dat wel willen natuurlijk. Ik wil wel wat doen. Nee, ik ga niet zo... ik wil wel wat doen, maar... Ja. Ik kan nog niet zeggen wat ik dan wil doen. Nou, ik denk eerst een signeersessie met het boek natuurlijk. Ja. He? Door het land. Ja, oh ja. Dat is al belangrijk. Dat is een goed idee, ja. En misschien praten erover. Bij lezingen. Ja, dat is een idee. Zijn er nog politieke lessen als u zo'n verhaal als dit hoort? Die zijn er zeker. Die liggen er overigens al jaren. Het grote probleem is dat elke keer... Dit is niet de eerste keer dat er sprake is van een rechterlijke dwaling. En dit is wel een van de ergste. Het is natuurlijk echt afschuwelijk, dit. Maar we hebben ook de Puttense moordzaak, de Schiedammerparkmoord. En elke keer wordt er gezegd, het is een incident. Maar het zijn geen incidenten, het is een systeemfout. Er moeten een aantal dingen gebeuren, volgens mij. Eén, de positie van advocaten moet verbeterd worden. Die hebben vaak achterstanden in rechtszaken. Daar moet wat aan gedaan worden. De druk moet waarschijnlijk ook toch verminderd worden op het rechterlijk systeem. Want er is enorme druk om snel rechtszaken rond te krijgen. Strafzaken rond te krijgen. En het belangrijkste is, kijk, fouten kun je niet vermijden. Die zullen altijd gemaakt moeten worden. Maar wat heel onvergeeflijk is, is als we niet bereid zijn om fouten te herzien. En wat je nodig hebt, dat is een permanente commissie die onderzoek doet, herzieningen doet, als er mogelijk sprake is van rechterlijke dwaling. We hebben een tijdelijke commissie gehad, nu krijgt de Hoge Raad misschien bevoegdheden. In Engeland bestaat er zo'n commissie. Er wordt door wetenschappers, advocaten al heel erg lang voor gepleit. In de Kamer zijn het GroenLinks en de SP geweest die er altijd voor hebben gepleit. Er was geen meerderheid voor. Ik hoop wel dat die er nu komt, want dan krijg je namelijk een instituut waarbij je altijd dit soort kwesties kan aanbrengen en waarbij mensen dus zelf het recht hebben om te zeggen onze zaken moeten herzien worden. Dit is het moment om dat weer eens te polsen dan in de Kamer. Ja, dat lijkt me zeker. De wet waarin dit aan de orde is, die ligt binnenkort ook in de Kamer. Alleen het voorstel is om bij de Hoge Raad dan een soort mogelijkheid te creëren. Ik ben in ieder geval van plan, ik denk de SP ook, om te zorgen dat de wet zo veranderd wordt dat er dan een permanente commissie komt die zaken als die van Lucia kan herzien. Ja, dat zou heel mooi zijn.